Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. Komend weekend wordt in Made de traditionele Schrijdstrijd gehouden. De volgorde van de carnavalsbands is geloot en het bestuur van de stichting is er klaar voor. Als u wilt weten wie de makers zijn van het carnavalslied komend jaar en wie de Schrijdstrijd gaat winnen, dan moet u op 12 november na de opening en bekendmaking van de prins naar de pub in Made, alwaar de strijd zal losbarsten. Op donderdag 3 november wordt in een speciale raadsvergadering de voordracht bekendgemaakt van de benoemingscommissie voor onze nieuwe burgemeester. Omroep Drimmelen is daarbij en brengt u graag op de hoogte. Vorige week vrijdag was het de laatste werkdag van mevrouw Jolanda van Bracht in de Vijfheilige Parochie. Bij deze parochie was mevrouw van Bracht eerst een aantal jaar vrijwilliger binnen de werkgroep Eerste Communie, voordat zij 22 jaar als secretaresse en teamassistente werkzaam was. Nu stopt zij met haar werkzaamheden. Uiteraard is zij in de bloemetjes gezegd en zijn er veel woorden van waardering en dank uitgesproken voor haar werk. Ze heeft er al die jaren voor gezorgd dat de boel gesmeerd liep, aldus het parochiebestuur. Omroep Drimmelen had een kort gesprek met haar. Hier bij Jolanda van Bracht in de pastorie in Made. Jolanda neemt na 22 jaar afscheid van haar werk hier. En misschien is het wel slim dat jij zelf even uitlegt, Jolanda, wat je al die tijd hebt gedaan. Ik ben 30 jaar geleden binnenkomen lopen als vrijwilliger voor de communiewerkgroep. En daar wilde ik na een jaar of 7 mee stoppen, toen onze eigen kinderen een beetje eruit gingen. En toen zei advocaat van, zou je het niet leuk vinden om bij ons als ondersteuning voor penningmeester, bestuur en pastoraal team 2 dagen te komen werken. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Dus dat ben ik gaan doen. Vooral in de tijd van advocaat, veel reizen mee georganiseerd. Santiago de Compostela, Taizee, Maastricht, Tegelen, de passiespelen. Dat waren wel leuke dingen met grote groepen mensen. Nou, ik denk dat we als mensen uit Made alleen maar apetrots mogen zijn op mensen zoals jij, die 22 jaar lang hun vrijwilligerstaken doen in de kerk. En daarmee de kerk, maar ook Made een hele grote dienst bewijzen. Dus wat dat betreft, mijn complimenten. Dankjewel. En ook met jullie hebben we samengewerkt, hè, met allerlei evenementen. Dus dat was ook heel fijn. Dankjewel. En waar we elkaar zien, daar ontmoeten we elkaar weer. En dat is denk ik het principe van kerk zijn. Elkaar ontmoeten, wat voor elkaar kunnen betekenen. En ja, dat kan op allerlei manieren. En dit is er een heel mooi voorbeeld van. Wilt u niet dat bepaalde instanties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen? Dan kunt u verzoeken om een zogenaamde verstrekkingbeperking, voorheen heette dat een geheimhouding, van uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen. De gemeente accepteert in beginsel altijd uw verzoek tot een dergelijke beperking, tenzij dat wettelijk niet mogelijk is. Voor het aanvragen van een verstrekkingbeperking moet u een verzoek indienen via het digitale loket van de gemeente Drimmelen. Uw verzoek blijft geldig totdat u zelf vraagt om intrekking van de beperking. Wilt u dat ook uw vorige woongemeente geen gegevens verstrekt, dan moet u bij die gemeente een apart verzoek indienen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken op het gemeentehuis. Op donderdag 27 oktober reikte wethouder Lieke Schuitmaker een bronzen bever uit aan Henk van Oosterhout. Hij is heel actief betrokken bij de organisatie van het Power Weekend in Made. De heer van Oosterhout stelt naast terreinen ook materialen beschikbaar en hij heeft ook veel voorzieningen in het beschikbare terrein aangelegd. Eveneens lag er al jaren de wens om een verkorte wandelroute door de binnenpolder van Terheide te creëren. Mede door de inspanningen van de heer van Oosterhout kon die wens uitkomen. Er loopt nu een looproute door het hart van het natuurgebied. De heer van Oosterhout verzorgt daarvan het onderhoud. Tot slot is de heer van Oosterhout jarenlang collectant geweest tijdens talloze vieringen in de Vijfheilige Parochie. Hij heeft voor dit alles dus wel verdiend een bronzen bever ontvangen. Zie je, ik wil graag aan hem geven. En daar hoort ook dit beeldje bij. Oh, kijk, dat is van God.
Zal ik hem even voor u vasthouden? Wilt u hem mee vasthouden misschien? Niet laten vallen. Hij is best zwaar inderdaad. En het is een man van de natuur waarvan hij hoopt dat vele andere mensen daar ook van kunnen genieten. Bijvoorbeeld de aanleg van het zeggenpad. Vanaf 2000 heeft Henk een groot terrein tussen de Scheerbiestraat en de Wildestraat in Wagenberg beschikbaar gesteld om jaarlijks een wedstrijd te kunnen houden. Dat begon bescheiden, maar groeide in bijna 20 jaar uit tot een evenement waar jaarlijks 25.000 mensen op afkomen. En na de fusies tot Vijf Heilige Parochie ging Henk als vrijwilliger over naar de Mei, naar de Bernarduskerk. Enkele keren per maand was Henk de collectant en in der tijd waren er nog veel begrafenissen en bruiloften in de kerk. Maar ook dan was Henk regelmatig de collectant en paraat. Ons pa die legde heel makkelijk nieuwe contacten en met die kwaliteit maakte hij heel veel praatjes met mensen. Hij is heel vaak ergens buurten en ook hier en op de boerderij staat de deur altijd open voor een praatje. Over de kleine schans in Terheide zijn verhalen genoeg te vertellen. Om die verhalen tot leven te brengen is een speciaal projectteam druk bezig geweest met het inventariseren van die verhalen en deze ook te verfilmen. Die filmpjes hebben nu een mooi plaatsje gekregen op QR-codes die te vinden zijn op 6 palen rondom de Kleine Schans. Bezoekers kunnen door het inscannen van de codes de verhalen op eenvoudige wijze zien en zo de geschiedenis van de Kleine Schans beleven. Op woensdag 26 oktober onthulde wethouder Lieke Schuitmaker en Fer van Vuren samen de QR-codes. U krijgt nu alvast een voorproefje van de reportage die binnenkort bij ons is te zien. Mensen! Ja. Goed gedaan, complimenten. Nou, proost. Even proosten. Nou. Ja, proost. En dan proosten. Ja, bedankt. Proost. Een plek met geschiedenis. Een plek die mede het verhaal vertelt van de oorsprong van Terheide. Een heroïsch verhaal wat waard is om door te geven. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat nog een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen? We zien u graag weer een volgende week.